Hallo allemaal, leuk kijken naar deze nieuwe video. Ik ga wel ooit weer een keer, als jullie het gaan afvragen, met een camera filmen. Maar die vind ik natuurlijk elke keer aan het op laten leggen. Heel dooi natuurlijk, het is echt heel dooi. Maar ja, ik kon er zelf eigenlijk ook niet zo heel veel aan doen. Ik vergeet hem elke keer aan de laai te leggen. Maar om het goed te maken heb ik een verrassing. Geen verrassing eigenlijk. Maar ga ik voor jullie vandaag weer een keer een slijg filmpje maken, want ik heb heel mijn stal weer opgezet en ja, ik ben er zelf best wel blij mee. Het is niet heel mooi geworden, maar oh, dan ligt hier zo'n balk. Zo. Laten we maar meteen beginnen met stal. Die versiering hier, dus dit, was eigenlijk alleen voor de kerst, maar ik vond het ook gewoon heel leuk. Zo, hoezo. Dit is gewoon een paardje wat ik om een taart van vorig jaar had. En hier zo, ook zo nog één. Hier zo staat donder, maar die is nou in de springbak. Oftewel, ja. Ja. Hier staat dus meestal donder, met een poetskist. Daar zit dit in. Hier staan Champion, Beauty en Memory. Memory, dat is dit paardje. Die staat er wel in. En al die dingen, die Olympische dingen, zijn van... Oh, wat? Ja, ik hou echt niet stil. Zijn van Champion. En daar staat Strawberry, want haar moeder, Mystery, die zit in de les. Zit die in de manege les? Nee, die zit ook in, die is ook in de oefenspringbak. En daar zit zo'n sponsje. Oh, daar valt er in. Dit heb ik trouwens opengekrapt, maar nou is dat een heel goed litteken geworden. Ja. Hier zat eens hamstervoer in, maar ja, dat heeft mijn hond dus opgegeten. Heel dooi, maar waarom zeg ik elke keer dooi? Dat vind ik heel irritant. Hier staan alle dressuurhengsten, ruinen. Dat is een ruin deze. Hij Tornado. En dit is een hengst, deze Arabier. En hij Prins. En hier staat meestal nog een, dat is Fantino. Die heeft ook weer een halser aan en nog een emmertje. Is echt heel raar. En ik heb hier nog wat kerstversiering. Eigenlijk is dat ook van kerst, maar ik vond het gewoon heel leuk. En dan heb ik hier nog een trap. Kan je dan misschien als ze aan het dak gaan of zo, dan kan je die hier zo neerzetten. Maar ja. Dan gaan we even naar paddock / kleine lijn. Ze staan allemaal zo. Ik weet niet waarom ik dat zo heb gezet. Maar het zou wel een hele goede reden hebben. In ieder geval, dit is de paddock / wei of rijbak. Als alle paarden, zeg maar. Kijk, meestal. Laat ik dat ook wel zien. Ja, dat is dat dus. Dan heb ik hier nog een kleine soortje. Hier staan alle dingen, hindernissen. Nou zijn dat echt heel weinig. Ik ga hem wel even zo. Omdat bijna alle hindernissen zitten in de springbak. Zoals ik nu zie. Oh, wacht. En daardoor dus. Hier zo nog een kist. Met nog een medaille erin. En ik zie nou een stuk van mijn zadel. Wauw. Wacht, ik heb nog een Shetlander stal. Maar ja, dat doe ik wel laat. Dat veulentje wordt niet bij die. Maar die moeder ben ik dus van mijn moeder vergeten mee te nemen. Het is echt heel erg dom bij mij, dat klopt. Dus toen dacht ik van, ja, doe ik even gewoon. Even dat het tand is of zo. Ja, weet ik het. Dat is in ieder geval Lucky. En die IJslander, ik film heel erg raar, sorry hoor. En dat is die IJslander, Mary. Yes. Dat is IJs. Dit is ook eigenlijk echt IJs haar eigen stalletje. Maar goed, hier staat Felix met zijn veulen. Kijk, daar staat zijn veulen. Dat is Felix en Sokje. Dat zijn hun eigen stallen. En dat is Dream en zijn veulen. Ik vergeet elke keer die naam van hem. Cookie. Ik vergeet hem echt elke keer. Cookie. Waarom zeg ik elke Cookie? Moondancer. Ja, het is Moon. Ik noem hem gewoon Moon.
Dus dat is hun stal, kijk. Dan hier zo, de springbak. Zij is er dus blijkbaar van afgevallen. Wauw, dit is echt top. Daar is eentje aan het springen. Hier zo te zien. Hier zo is er iemand aan het westen aan rijden, Feline. Dat was dat. En daar nog een poetsplaats. Hier zo Suzanne. En daar heb ik nog een telefoon met een laptop. En hond Mickey. Draai ik hem ook zo om. Hier zo is een bak, de dressuur en lesbak. Ze zijn nog bezig met de manege les en Lisa gaat nou galopperen. En de rest is gewoon even netjes aan op het midden aan het wachten. Hier zo heb ik Hier zo heb ik Joy en Cookie. En meestal staat daar nog hier in die andere stal en die. Misschien kan ik het weten. Waar ik dat hek heb neergezet, daar dus, staat, hoe heet die nou? Ik vergeet echt elke keer die namen. Hoe heet die? Sunny. Daar staat Sunny. Sunny, sorry hoor. Dat is dus de Shetlander. Eigenlijk zijn we nu al wel zo'n beetje klaar. Nou, ik denk dat ik hier mooi af ga sluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe alvast een duimpje omhoog. Dat zou ik zeer fijn vinden. En tot de volgende keer.